Vandaag in de vlog het mooiste shirt dat ik ooit in mijn leven heb gehad. Of het is het allerlelijkste shirt dat ik ooit in mijn leven heb gehad. Een leuke update over mijn Instagram. Nee, ik krijg niet mijn oude Instagram terug. De nieuwe plaat van Troye Sivan. Ik weet niet eens of dit op YouTube kan. Snel kijken. En een fantastisch idee tegen overprikkeling. Ik vond het zo'n briljant idee. Ik zou het ook zo graag willen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag voor het eerst zo rechtstreeks uit mijn bed naar de douche. En dan van de douche naar mijn kledingkast. Onderbroek, sokken, kijken wat ik aandoe en shirt aangedaan. En ja, deze trui hangt alleen nog in de andere truikast. Die moet ik nog even uitzoeken. Misschien heb ik daar vandaag wel tijd voor. Maar wat een heerlijkheid om zo'n overzichtelijke kledingkast te hebben. Waarin ik precies weet waar alles ligt. Dus dat was nu al een heel groot succes. Kai ligt hier lekker op de verwarming te bakken, zeg. Oh. Zo. Verder moet ik vandaag even een pakketje ophalen wat ergens in de stad is bezorgd van Vinted. Ik heb een shirt besteld. Het is best wel een raar shirt, maar ik denk wel dat het eigenlijk heel leuk is. Maar ja, goed. Het is even de vraag of het leuk genoeg is om zo raar te kunnen zijn. En er is al een heel erg leuk pakketje bezorgd en ik moet gewoon een beetje werken. Dus het wordt een huiselijk dagje wat natuurlijk begint met koffie. Een kleine Instagram update, of best wel een grote Instagram update eigenlijk. Nee, ik krijg niet mijn oude Instagram terug, maar ik was weer begonnen met een nieuwe Instagram. En Bonnie heeft gisteren, toen ze hier bij mij was, een soort inzamelingsactie gedaan voor volgers voor mij. Dus ze heeft op haar Instagram, ze heeft echt veel volgers, een oproep gedaan om mij te gaan volgen. En volgens mij heb ik heel veel nieuwe volgers, dus mensen die mij eerder nooit volgden. Maar ik heb ook weer heel veel mensen die mij weer hebben teruggevonden eigenlijk. Die wisten niet dat ik een nieuw account had. En op dit moment, woensdag 18 oktober, 4:15, heb ik alweer bijna 8000 volgers. Maar 2 dagen geleden waren het nog iets van 5000. Dus het is echt heel hard gegroeid. Met dank aan Bonnie. Maar ook met dank aan allemaal mensen die zeg maar geïnspireerd werden door haar. En ook allemaal shout-outs gingen geven op hun stories op Instagram. Dat is echt heel fijn. Ik ben zo blij dat het weer een beetje, ja, het weer een beetje op niveau komt. En zo blij dat veel mensen me weer hebben teruggevonden. En ik vind het toch iets leuker om dingen te maken op Instagram. En dat er dan ook veel mensen naar kijken. Ja, dat is eenmaal hoe het werkt natuurlijk. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat ik misschien wel die 12.000 die ik had voordat mijn account werd verwijderd, wel weer terug ga krijgen op een gegeven moment. Met veel dank aan Bonnie dus. Echt super lief dat ze dat voor me wilde doen. Ik ga eens even een stukje wandelen. De zon schijnt. Volgens mij is het al ijskoud. Dus ik doe een lekkere dikke jas aan en een sjaal om. En dan ga ik mijn pakketje ophalen met mijn vintage shirt erin. Ik ben zo benieuwd. Ik heb een lekker stukje kaas gehaald bij Echte Liefde. Boerenkaas, heel pittig, met een zoetje. Nu al zin in mijn lunch morgen. Wat ging ik ook weer doen? Oh ja, ik heb mijn Vinted pakketje opgehaald. Ik heb nog even gezocht bij een aantal winkels naar een wc-rolhouder. Want mijn wc-rolhouder is een paar dagen geleden van de muur afgestort en helemaal kapot. Je staat er niet vaak bij stil, maar het is echt een heel essentieel ding. Nu heb ik zo die wc-rol op het prullenbakje gezet en dat ziet er gelijk uit alsof je in een soort studentenhuis woont. Zeker gisteren met mijn bezoek van Bonnie en van Nova. Ik geneerde me helemaal voor mijn kapotte wc-rolhouder. Maar ik kon bij de Blokker en bij de Xenos en zo niet echt iets vinden wat ik hem enigszins acceptabel vond qua
uiterlijk. Dus ik ga toch maar even online bestellen. Wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, ik was nog even bij de Mango en bij de Hema. Niks gekocht, maar ik vraag me altijd af, als het zo koud is buiten, waarom is het dan zo bloedheet in die winkels? Het is niet alsof er een soort kapstok bij de ingang is of een garderobe, dat iedereen zijn jas uitdoet als je binnenkomt. Dus ik kom altijd helemaal zo zwetend die winkel weer uit. Goed, er was een pakketje en ik weet wat het is, want er staat platenzaak.nl op. Dus dit moet wel de nieuwe plaat van Troye Sivan zijn. Kijk eens, wat een beauty. Woe. Ik had het er 2 of 3 vlogs geleden al even over met Marinus. Dat het zo'n tof album is en dat het zo gaaf is dat hij zo mainstream is. Redelijk mainstream is. Het is een echte doorbraak. Moet misschien nog wel een beetje komen. Maar in ieder geval een popartiest die zo expliciet over homoseksualiteit zingt. En nooit in zijn teksten een beetje om de hete brei heen probeert te draaien door over you te zingen. Maar gewoon altijd he. Dit is wel echt zijn meest sensuele album tot nu toe. Poeh. Ik weet niet eens of dit op YouTube kan. Snel kijken. JP Troy. Nou heb ik natuurlijk helemaal geen platenspeler, maar misschien ooit wel. En ik vind het echt een heel leuk album om even fysiek te hebben. Er zijn gewoon weinig artiesten waar ik echt zo fan van ben. Zodra het over Troy gaat, verander ik echt een beetje in fanboy. Maar ik heb natuurlijk op Spotify al een paar keer geluisterd. En er zitten echt een paar hele mooie liedjes bij. Hele mooie teksten. Maar ik vond dat er ook wel een paar liedjes op stonden die me gewoon niet zo erg raakten. Maar misschien moet ik die nog een kans geven. Ik dacht eigenlijk dat die gesigneerd zou zijn. Oh, en een door Troy gesigneerde kaart. Er zit een mooi boekwerk bij met heel veel foto's en alle songteksten. Oh, wat is het toch gaaf om een plaat te maken als artiest. Dat is wel echt foto's gemaakt tijdens een Grindr date. Ziet er echt fantastisch uit. Wat een plaatje. Maar volgens mij is het ook nog een soort exclusieve. Ik kan het woord exclusief nooit zeggen. Maar volgens mij is het ook nog een exclusieve versie op gekleurd vinyl. Benieuwd hoe dat er in de praktijk uitziet. Ik moet nu toch echt een platenspeler gaan kopen om dit te kunnen draaien. Kijk nou toch. Roze vinyl, past mooi bij mijn gordijn. Nou, het is wel echt een andere kleur roze. Het is heel baby pink. Fantastisch. Heel blij mee. Wat een mooie foto is dit ook. Ik heb Troy 2 keer in mijn leven ontmoet. Ik heb hem een paar keer zien optreden, maar ik heb hem 2 keer ontmoet. 1 keer kwam ik hem tegen. Per ongeluk, min of meer in een hotel in Berlijn, waar ik sliep met Jesse en met Erik. Ik had al eens in het hotel geslapen toen ik met mijn band op tour was in Duitsland. Dus ik wist wel dat het een beetje het muzikantenhotel was. Maar dat was niet waarom we het hadden geboekt. Ik vond het gewoon een leuk, mooi hotel. Maar wie zat daar in de lobby? Troye Sivan met zijn volgens mij toenmalige vriendje Connor Frenta. En toen heb ik na enig aarzelen toch wel durven vragen of hij met mij op de foto wilde. Ik lijk hier echt een soort gigantisch monster en hij lijkt een soort kind van 12. Maar hij was hier toch al denk ik jaar of 21 volgens mij. En hij is inderdaad wel een beetje klein. En ik heb Troy nog een keer ontmoet en toen mocht ik hem interviewen. Want Domien van toen nog 3FM, die was gevraagd om hem te interviewen. Maar die had volgens mij niet zoveel met zijn muziek. Dus die had mij meegevraagd naar Paradiso. En in de kleedkamer van Paradiso heb ik hem toen mogen interviewen. Maar toen dacht ik ook, ik moet ook nog even een soort grappig stukje voor aan het begin van mijn vlog hebben. En toen heb ik dit met hem opgenomen. Oké, vanavond ga ik naar de show van Troye Sivan. Ik ben best wel wat nerveus. Deal the time. Gast, ik sta, I'm in the middle of something here. So maybe ask someone else. Yeah, alright. Bye. Jeugd van tegenwoordig. Grappig was toen ik dit op mijn social media deelde. Toen werden er allemaal Troy-fans helemaal boos van wat? Je komt Troy tegen en je herkent hem niet eens. Fans. Nou, dankjewel Troy voor het signeren van mijn kaart. Het is inmiddels 6 uur en ik heb behoorlijk veel trek. Dus ik ga eerst even mijn mac and cheese van gisteren opwarmen. Ik heb ook heel veel meegegeven aan Nova. Zodat Nova en Mika het lekker kunnen opeten. Maar ik heb ook nog een stuk bewaard voor mezelf. Dus ik ga even eten en dan ga ik mijn vintage shirt uitpakken. Ik ben echt heel benieuwd. Ik denk dat jullie gaan lachen. Ik denk dat ik zelf ook ga lachen. Ik was gisteren de podcast Search Engine aan het luisteren van PJ Vote. Een van de 2 makers van de beste podcast ooit gemaakt. Reply All. Het is nu een nieuwe podcast, echt een aanrader ook, waarin hij steeds een
een vraag beantwoord. Bijvoorbeeld, ik vond een van de leukste afleveringen tot nu toe. Waarom moet je nooit koffie drinken in het vliegtuig? En naast het grote onderwerp heeft hij vaak ook nog een wat kleiner, wat grappiger onderwerp. En in deze aflevering, die heet The Font du Lac Apartment Mystery, had hij een schrijver te gast, Taylor Lorenz. Veel namen, maar het doet er allemaal niet toe. Die heeft een boek geschreven, Extreme. Het gaat wel niet zo goed met mijn articulatie. Die heeft een boek geschreven, Extremely Online. Doet er ook niet toe. Zij had iemand ingehuurd, niet een content creator, zoals ik, maar een content consumer. Ik vond het zo'n goed idee en ze vertelt er ook super grappig over. Ze zei, ja, het wordt allemaal een beetje te veel voor mij. Al die Instagram stories van iedereen kijken. Al die content van iedereen. Dus ik heb gewoon een Gen Z'er ingehuurd die een iets hogere capaciteit heeft voor dat soort content dan ik. En die kijkt al mijn stories en maakt er een soort rapport van met de highlights. En daardoor weet ik nu alles wat mijn vrienden meemaken, alles wat er speelt, zonder dat ik alles hoef te kijken. Ik vond het zo'n briljant idee. Ik zou het ook zo graag willen. Soms zit ik een beetje zo dwangmatig door iedereen stories heen te klikken. Zo van, ik moet het kijken, het zijn mijn vrienden. Dan heb ik aan het einde eigenlijk niks gezien of onthouden. Maar stel dat je gewoon iedere dag of iedere week, iedere dag eigenlijk, gewoon een soort A4'tje kreeg met de belangrijkste dingen die je vrienden hebben meegemaakt, gepost, gezegd, gedaan, gevonden. Ik vond het echt briljant, dus aanmeldingen zijn welkom. Tot slot, mijn vintage shirt. Maar ik ga even ergens anders zitten, want nu moet ik de hele tijd zelf het lampje vasthouden. Wat heeft hij nou weer gekocht? Het is een tie-dye shirt uit de jaren 2000. Hij komt uit Frankrijk. Het ruikt nu al vrij heftig. En of dit is het mooiste shirt wat ik ooit in mijn leven heb gehad, of het is het allerlelijkste shirt wat ik ooit in mijn leven heb gehad. Het ruikt wel echt lekker fris. Dat is wel fijn. Het is een XL. Ik heb er 20 euro voor betaald. Dus het is echt vintage, maar wel een hele goede conditie. En er staan allemaal lieve hondjes op. Kijk nou. Ja, dat kan ik toch niet laten liggen? Ik moest het hebben. Is het van een merk? Rock Nature. Oké. Ik hoop echt dat het past. De kleur is in ieder geval goed. Ja, hier kun je wel mee aankomen. Past perfect. De opdruk is fantastisch. De kleur is geweldig. Het is ook nog eens tie-dye. Misschien niet geschikt voor alle gelegenheden, maar ik word er wel heel vrolijk van. Laat vooral niet weten in de comments als jij er niet vrolijk van wordt. Ik zie je morgen. Kijk maar even. Doei. Groep stond open.